Wat was de aanleiding tot deze tentoonstelling? Nou, de aanleiding is dat het water weer teruggebracht wordt in het centrum van de stad, hè, de haven. Die is in 1855 is die aangelegd. En daarmee was het, in die tijd is Almelo ontsloten naar Zwolle en de rest van Nederland. En die was natuurlijk hard nodig voor de opkomende textielindustrie, voor de goederen aan te voeren en af te voeren. Van welke schilders hangen er werken? Er hangen van Almeloze schilders zoals Van der A, Spanenburg en Peter Leeuwen hangen er werken. Maar er hangen ook werken van Nederlandse schilders die zeg maar niet vanuit Almelo komen. Namelijk Van Hoytinga, Evert Mol, hè, de bekende schilder die geïnspireerd is op de Haagse school. En ook uit Amsterdam, Kranenburg. Zo zijn Nederlanders natuurlijk altijd geïnspireerd door de haven. Welke keuzes heeft u gemaakt of heeft u moeten maken? Nou, dat was eigenlijk niet zo moeilijk, want we hebben bijna alle schilderijen opgehangen die inderdaad in het museum in het depot liggen. Want we hebben heel veel stukken nog achter het depot. En wat we niet hebben gedaan, we hebben nog heel veel foto's ook van de haven en die laten we niet zien. Voor wie is de tentoonstelling bedoeld? De tentoonstelling is bedoeld, ja, uiteraard voor alle Almeloers, maar ook voor liefhebbers van water, van haven en van de industrie van Almelo, de textielindustrie. Want de bedrijvigheid van die tijd is heel mooi op de schilderijen te zien. Tot hoe lang loopt de tentoonstelling? De tentoonstelling loopt nog tot 2 februari 2020. Bent u van plan om in de toekomst meer van dit soort thema tentoonstellingen te houden? Ja, want zoals gezegd, we hebben nog heel veel achter de schermen en daar zijn heel veel leuke thema's te bedenken. Omdat het Stadsmuseum een enorme brede collectie heeft van schilderijen, meubels, munten. Je bedenkt het maar en ze hebben het wel in het depot zitten. Ideeën genoeg. Ideeën genoeg, ja.